De Dolomieten van Turkije. Althans, dat zeggen ze. Dat willen we met onze eigen ogen zien. De Kakar Mountains liggen in het noordoosten van Turkije, dichtbij de Zwarte Zee en Georgië. Dat belooft veel goeds, denken we. Maar we hopen ook dat de wegen goed genoeg zijn, zodat we met onze two-wheel drive camper de bergpas op kunnen. Je zit gelijk vast. Als je ooit in de Dolomieten bent geweest, dan weet je natuurlijk dat alle asfaltwegen, alle wegen goed geasfalteerd zijn. En dat alles gewoon goed met duidelijke borden aangegeven staat. Nou geeft dit dorpje waar we nu zijn, geeft wel wat hoop. Maar we gaan het meemaken. We hebben in ieder geval 2 à 3 punten die we echt heel graag willen zien. Met onze lengte 4 camper natuurlijk. Dus hopelijk gaan we wat halen, want die vorige weg, ja, dat ging gewoon echt niet. Dus ja, we gaan meemaken. Hoppa! Zo. Je hebt dus ook gelukkig bij deze weg omhoog allemaal waterpunten. Dat zit trouwens in Turkije echt giga veel. Dus dat is heel fijn. En je hebt ook gewoon wat campings hier zitten. Dus er is zeker wel beschaving. En daar worden we blij van. Want dat betekent dat er misschien wat duidelijkheid is over onze hike. En dat de wagen veilig kan staan. Eigenlijk willen we een nachtje in de bergen gaan slapen. Dat we er een 2-daagse tocht van maken. Maar dan wil je wel dat de wagen veilig staat. Dus dat vinden we een beetje spannend. Zeker, zeker. Dus we moeten een goed plekje vinden. En denk je dat het net zo mooi gaat worden als de Dolomieten in Italië? Oh, moeilijke vraag. Want ik ben gewoon echt zo'n grote fan van de Dolomieten. Dus ik denk niet, eerlijk, ik denk niet dat het eraan kan tippen. Maar ik heb foto's en plaatjes gezien. Die pieken zijn zo scherp hier ook en zo indrukwekkend, ja. Dat ik wel denk dat het er een beetje bij in de buurt komt. Zal het wel een voordeel zijn ook, het zal minder druk zijn. Dolomieten is al echt helemaal bekend, ja. En hier verwacht ik dat we toch wel een beetje de enige zullen zijn. Ja. Dus dan de enige 2 gekkies die hier de berg in duiken. Dan is het dus wel ietsjes moeilijker natuurlijk om het mooiste uitkijkpunt te vinden. En eerst eens even een goede plek vinden om de wagen neer te zetten. En dan gaan we wellicht vandaag nog een klein stukje wandelen om, zoals Bianca al zei, om met de tent in de berg te slapen. Avontuur! Ik had dit dan toch ook eigenlijk wel weer niet verwacht, dat het toch wel zo lezen. En allemaal toeristenkraampjes, joh. Ja! De Ziraatbank. Ja, want die andere banken die vragen zo 25 euro per transactie. En bij de Ziraat 5 euro? Ja, ongeveer of 10. Zelfs bussen! What's happening? Nog 5 kilometer te gaan en nu wordt het toch wel minder. Geen asfalt meer. Oh, en ook wel flinke hobbels. Welke versnelling zit je nu? 1. Volgens mij niet mega meer hoeven stijgen. Nou, volgens mij moeten we naar 2100 en we zitten nu op 1500. Oh. Lekker schat. 4,2 kilometer te gaan. Yes. Deze helling. In ieder geval tot het huisje komen, dat zou mooi zijn. Helaas. Nee, geen tweede poging? Ja, ik ga een derde poging doen. Kuilen hier voor zo'n oorzaken gewoon dat je. En je hebt nul vaart natuurlijk. Geen vaart heb. Je zit gelijk vast. Oké. Okay. 1 keer. 1 keer. Nee. Oké. Okay. Gaat het niet worden. Dus, keuzes. Keuzes. Gaan we hem hier ergens parkeren? Bij het huisje parkeren. Ja, of eentje lager? Misschien eentje lager.
Hoeveel lager was het watervalletje waar we stonden? Is dat wel veel lager? Dat is een kilometertje maar. Ja, dat was wel een kilometertje of zo. Maar ook wel weer hoogtemeters natuurlijk. Wel weer veel hoogtemeters. Dus naar beneden ja, en dan jezelf naar boven laten brengen. Ja, en dan hebben we ook nu vanmiddag en morgenochtend internet om wat te werken. Want hier hebben we ook helemaal geen verbinding. Laten niks. We dat doen. Ja? Ja, laten we dat doen. Oh, je bent overtuigd opeens? Ja, dat voelt goed. Oké. Okay. Wil zeggen, ik naar boven hier rijden. Ja. We zijn nou helemaal in ons nopjes. Dat had je net niet verwacht toen we eigenlijk die weg niet meer omhoog konden komen. We hebben wel, wat was het? 600 van die Turkse lira knallers. Dus, bijna 40 euro. Ja, maar staan we op deze fantastische plek twee nachten. En worden we naar morgen naar boven gebracht. Dat is ook echt geweldig. Je hebt namelijk net een stukje naar boven heb je een meneer met bungalowtjes zitten. En daar hebben we net een klein hapje gegeten. You want to take a look? You want to see? You can come in. Hi. Kijk. Dit is een bed. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dus voor hoe blij ben je? 40 euro, ik ben helemaal blij. Want het scheelt ook gewoon een heel stuk lopen. Want je wordt nu gewoon tot het punt waar we starten met de hike gebracht. We hebben nu lekker internet, dus we kunnen even lekker werken, een paar uurtjes. Ja, mooi uitzicht. Die bus staat 100% veilig, want ik heb helemaal een fijn gevoel bij die man. Dus top. Top, ja, echt super. Goeie keus geweest net boven. Ja, we hadden hem bijna dus daar op dat soort van rare plekje in die bocht gezet. Maar ik had dan toch, als we in onze tent morgenavond hadden gelegen, minder relaxed gevoel gehad. Ja. Terwijl, en wat moet er gebeuren, weet je wel? Net alsof dat er iemand dan langskomt en dan denkt, ik ga even inbreken. Zo zijn die mensen hier volgens mij ook echt helemaal niet. Nee, tuurlijk niet. Maar dat is een beetje, Het is ons kindje. Ons inderdaad. Er zit veel liefde in de wagen, dus hij moet gewoon veilig staan. Tussen de bungalows heeft hij een, kijk eens, dansen. Heeft hij gewoon een parkeerplaatsje. En daar staan we gewoon fantastisch. Chillen, ontspannen, werken. Voorbereiden op de hike. En dan zien we je morgen. Het is chaos. Het is helemaal ontploft. In de huizen Bas en Bianca, want we zijn eigenlijk onze witte spullen allemaal aan het pakken. Omdat de zomerspullen toch al niet meer gebruikt hoeven worden. Hebben we alles? Zeker, zeker. Belangrijkste is eten. Gisteravond al gekookt dit. Oppiepmaaltijden heb je altijd, maar wij houden er eigenlijk toch wel van als we een tweedaagse hike doen. Om het al even de avond ervoor te maken. Appeltjes, banaantjes, brood. Gasflesje, anders maken we het niet warm. En hebben we niet genoeg voor de thee natuurlijk. Droon. Sardientjes. Ja, is lekker. Lekker. Droon en camera. Kleding, want het gaat koud worden. Genoeg warme kleding. En dat brengt ons ook naar buiten, naar onze tent. Ja, en de tent. Die heb je misschien al gezien in een andere video. Toen je ouders langskwamen. We hebben 10 dagen in deze tent gelegen. Dat was echt een top tent. 2 seconden. Fresh black van het Decathlon. Ja, dat is een fijn ding. Heel fijn ding. Geen reclame dit, maar fijn ding. Voor reclame dit. Zo. Nee, is geen reclame. We voegen hem hieronder toe in de beschrijving. Jezus. Spanbandje eromheen. Why not? Slootjes erop. Extra slot erop. GPS-trekkertje aan. Ondanks dat we een heel goed gevoel hebben, toch maar even de extra sloten erop. Sowieso. En dit kun je niet verdwaald raken. Is goed. Afspraak. Afspraak. Ja. Eén keer checken nog. Eén keer checken. Moet je niet nog even voelen? Even één keer. Die is dicht. We'll be right back.
Happy Valentine. Dus Avizar Lake. Wij gaan naar Amber Lake. We waren in twijfel, want eerst wilden we ze allebei lopen. Ja, maar we zijn zwaar. En we zijn niet 100% zeker over de route. Over de route, dus. En we willen dus ons ondergang zien vanaf het meer, dus. We willen niet verdwaald raken. Laten we niet overmoedig zijn en gewoon één route lopen. Ja, en dan op de terugweg kunnen we hem altijd nog pakken. Het schijnt ook fantastisch mooi te zijn en dat is maar een uurtje lopen. En ik vind het hier al prachtig, maar het voelt wel echt als je die huisjes ziet alsof we in de middle of nowhere zijn. Maar dat zijn we volgens mij ook wel een beetje. Moeten we rechtdoor? Ik denk dat hij het wel weet. Ja, dat denk ik. We zijn begonnen op 2100 meter. Dat was bij het Avizar dorpje. En we zitten nu op 2500 meter. Ja, 25, 30, 65 zei je net. Ja, dus we hebben al een stukje. Ja, en we gaan naar 3000 en een heel klein beetje. Dus eigenlijk gaat het gewoon hartstikke goed. Ja, zeker. Maar het is niet echt duidelijk, want er zijn geen verfpuntjes, weet je wel, dat je meestal hebt. Dat je weet waar je heen moet lopen. Wij zeiden nog net tegen elkaar, van we hadden even een potje verf mee moeten nemen. Van die rode stippen moeten zetten. Niet dat dat mag, maar... Nee. En vinden we het al een beetje Dolomieten-like? Het deed me een beetje juist aan een andere hike denken. Dolomieten is nog wel wat heftiger. Denken. Ja, Nieuw-Zeeland was dat, hè? Ja, dat doet me een beetje aan denken. Ja. Oh shit. Ja, het is koud, ja. Ah, arme schat heeft met de dunne slaapzak geslapen vannacht. We zijn bij het meer aangekomen. Het is alleen nog niet in het licht, dat wilden we graag, maar het is eind september. Dus we hebben een klein beetje pech misschien. Nou, pech is het niet, het is gewoon de wet van de natuur. Dus nu ziet hij er zo uit. En dan mogen we daar het hele steile pad weer omhoog. Omhoog is niet zo moeilijk, maar daarachter is het ook weer heel stijl naar beneden. Als we die hebben gehad, dan wordt het weer wat makkelijker, de eik. We hebben het gehaald. Yes. 4 uurtjes, 3 uur bewogen tijd. De terugweg was echt al een stuk makkelijker dan de heenweg, want toen is de weg beter. Alleen op de heenweg hadden we, zoals je zag, hadden we vervoer naar Avizar. En nu niet. We hopen heel erg dat er iemand ons mee gaat nemen, dus we gaan straks gewoon even een duimpje opsteken. Wij dachten even een lift naar beneden te fixen, maar alles komt omhoog.
Het is laat en we gaan lekker slapen al. Het is helemaal niet laat, maar we gaan wel slapen al. Het is 7:30. We zijn eventjes uit eten geweest bij een locatie in het kleine dorpje hiervoor. En hebben hem nu op een picknickplaats neergezet. En het bedje en ligt... Dit bed. Heel goed, hè? Dit ligt zo lekker. Nu waardeer je het weer even extra. Echt, hè? Ja. Dat is dus ons ochtendritueel. Bianca maakt altijd een bakje yoghurt met Chrisley. Normaal ligt hij gewoon nog in bed hoor. Dit is echt gewoon puur voor de film. Want ja, de diesel ziet er niet aan. Die dieselkachel is goud. Ook al hoefde het niet echt, ik heb gewoon geen zin in kou leien na gisteren. Je gaat nu dan kraan op draaien? Ja, zal ik doen. Toppie, al die waterpunten hier zo. Minder dagje? Minder dagje. Wolkies. Ja, het is wel prachtig, hè? Ja, het is alsnog mooi. Ja, we wilden vandaag hiken. Maar met dit weer gaan we toch maar niet hiken, hè? Nee. Het zorgt wel voor hele mooie plaatjes. Maar we gaan dan niet 6-7 uur lopen. Wij zijn toch een beetje mooi weerhikers, want we willen die scherpe toppen willen we goed zien. Ja. Dus vandaag wordt een werkdagje. We gaan even het stadje rijden, omdat we toch wat boodschappen nodig hebben. Ja. En dan morgen kijken hoe het weer is. En als het dan nog steeds dit weer is, gaan we naar de waterval. Waterval of dat andere mooie uitkijkpunt langs de weg. Je hem uitrijden. Oh, sorry. Zo dat snel? Wow. Na een hele regenachtige dag zijn we geëindigd in Kamli Hemsin. Dat is een dorpje ietsjes lager in het Kakker Mountains gebergte. En we staan eigenlijk op een parkeerplaats. En het is wel fijn, want internet is hier heel goed. Je hebt wat restaurantjes en supermarktjes die ook wat goedkoper zijn dan helemaal boven. Maar ja, je staat niet gezellig. En het is een beetje semi-goed weer, dus we hebben Denise Lake uit ons hoofd gezet. Want als het weer omdraait, dan willen we niet een hike maken waar we 8-9 uur mee bezig zijn. Dus we gaan naar een waterval en dat is een korter stukje lopen. En ik denk dat dat zelfs met een paar wolkjes wel heel mooi kan worden. Zijn we er klaar voor? Hier linksaf is dan? Links is de waterval. En dat gaan wij dus niet doen. Nee, zeker weten niet. 4 kilometer. Oh ja, nee. 4 kilometer terug. Ik kan niet zo heel goed zien. En er zit gewoon een parkeerplaatsje. Dus daar gaan we hem neerzetten. Kijk, is nog een mooi parkeerplaatsje. Laatste blad. Deze guy, die gaat gewoon lekker op onze bus letten. Kijk eens. We hebben het echte pad naar de waterval gevonden. En ik weet niet wat je aan het doen. Gaan we die rijden of gaan we die lopen? Hij ziet er goed uit. We hebben slechtere wegen gereden. Ja. Nou, we gaan even kijken. Het zijn wel stenigen. Het is wel heel stijl. En smal.
closed. Ja, staat er, hè? Zie je? Acrylic capaciteit per hubblepups. Gesloten. Dat was een kort uitstapje. We zijn nu alweer in de avond. We hebben heel de dag gewerkt. Ik wilde even laten zien. Gasfles bij laten vullen in Turkije. Dat is nogal een dingetje. Dus onze gasfles is bijna op. Dus we koken nu even op onze portable. Kunnen we die andere gasfles wat meer bewaren voor het douchen ook? Wat is er in de making? In making, ik weet eigenlijk niet eens wat we aan het maken zijn. Iets met kip en groenten. Dus ik gok dat we er rijst bij gooien. Pasta. Pasta? Oh, je had die pasta saus natuurlijk wel. Ik heb pasta saus gemaakt zelf van yoghurt, carbonara saus. Gezonde pasta saus. Ja, yoghurt. Dat is alweer lekker. Dat is wel met room. Met kip, een beetje apart wel. Het regent weer. Ja, in de Kakker Mountains. Dus het is ook begin oktober, dus we hebben een beetje pech, want toen we hier aankwamen was het schitterend en hebben we een mooie hike gemaakt. Maar het is nu meer dan tijd om te gaan. We gaan naar Georgië, super veel zin in. Moeten we wel even wat dingetjes regelen en doen, dus het wordt denk ik niet heel veel gereden, want we hebben, moeten verzekering regelen als je de grens overgaat, want je Europese verzekering is niet geldig in Georgië. En we moeten nog even wat pinnen, boodschappen doen, toilet dumpen, gas bijvullen, want dat lukt natuurlijk in Turkije niet zo makkelijk. Dus op Park Vernuit zagen we een plek waar dat wel kon, net over de grens bij Georgië. Dus dan zijn we eigenlijk een klein beetje bedroefd dat we hier niet meer hebben kunnen laten zien. Als je de video leuk vond en je wilt meer camperreizen zien, hit dan even die subscribe button en dan zien we je in Georgië. Ciao!